Maar we kijken naar kortste ronde, want doet hij het of doet hij het niet? Heel vlot voor Koos. Prachtige wendingen, linksom, rechtsom. Alles goed. Zo, nee, Jim. België, Griekenland, het water is wel de snelste tijd, maar Chromo is niet juist afgegaan. Koos de ronde uit 4. Ja, ja. Snelste tijd. Ja. En, Oranje. Misty Ridley Miller is de kortste ronde op Wang, zo. We're in de top 3. Zij staan aan het rijden in die prachtige vreugdeboom. Ach ja, in de Nissan Pro 1. Ze staat in de hindernis nummer 3 in 42.25. En dat is de eerste tijd. Well done, Blanc Chardon. First time. Zampang, hindernis 6. En dank aan Van Bijlen, hindernis 3. En dank aan de hinderniscontroleurs. En daar komt hij aan, Benjamin Ayo, Lobstacle Zip. Hindernis 7, daar gaat hij naartoe met zijn prachtige Arabo-Friese Benjamin Ayo, Pour la France. Ja, Amerika troeven 4 en 5, Chester en Misty. En dat gaat gezwind. Boyd stuurt zijn paarden met de stem. Hij is natuurlijk de coach in de background. Well done, Chester Webber, leaving obstacle 4. Vertrouwen toch dat je zo'n vierspan kunt sturen. Applausje voor Misty Ridley Miller. Paardenkracht naar voren voor Bram Chardon. Hij staat aan de leiding. Wordt hij Nederlands kampioen, dames en heren? Alles is mogelijk. Chester Webber in the water. Supersnel voor Bram. Even een haakje gemist. Kan gebeuren. En nu uw ondersteunend applaus. Chardon. Even kijken nog naar Chester Webber. Well done, United States. 17e plaats voor Chester Webber in het water. Dank u wel, hindernis 4. Bram was de laatste. Ja, ja, dankjewel. Bos vlaggen voor hindernis 4. Bram had de 10e tijd in hindernis 4 overigens. Ja, het zag er zo goed uit. Ja, de laatste import. Zag er net eens langs. En Anna Sandro, die komt hier net uit hindernis 7. Go, go, go! Het klinkt goed. We kunnen er niks van zien, maar het klinkt goed. Misty Ridley Miller in obstacle number 7. Chester Webber trotting up to obstacle 6 in the woods. En we kijken naar Bram of hij dit kan klaren. De klus klaren. Snelste tijd hier van Mark Weusthof. 49,71. Loopt goed door A en B, nu het water in. Toch even aarzelend, dat water niet makkelijk. Maar kom, publiek in Beekbergen. Het gaat om het Nederlands kampioenschap. Hou het aan, moedig hem aan, 1 poort nog te gaan. We verkopen het vel van de beer niet voor het geschoten is. En nu, ja, Bram Chardon, 7e tijd.
Oké, dank u wel aan hindernis 5, de hindernisrechters. Dank aan het publiek. Allemaal in een drafje naar 6 en 7. En dank ten kate voor het adopteren van die prachtige hindernis nummer 5.